We zijn dus nu aangekomen bij Mirador de Vitu. Vitu. Okay. Zet het wel even in het beeld hoe het precies heet. Het ziet er wel enorm mooi uit. Heel indrukwekkend. Het is een uitzichtpunt. Het is een uitzichtpunt, dus. Nou, we zijn er bijna bij het uitzichtplatform. Dat is net aan de andere kant. Ja. Daar is het. Vindt u zo fris? Jo. Zo is gewoon. Het is gewoon mooi, hè? Zo mooi, hè? Dat. Bergen, sneeuw, ja, mooi. Voor de Polar Steps. Uiteraard. We gaan weer verder. Het was heel mooi, heel indrukwekkend. Dus, dan ging daar een hondje.
we niet bij hem voor zijn neus. We zijn in het plaatsje Riaño. Dat ligt net even onder de Picos, op een kruispunt van meerdere stuwmeren. Is dat, het zijn stuwmeren toch? Prachtig. En deze camperplaats die, zijn ze nu aan het aanleggen. Dus wat je nu even ziet, ja, het is even een beetje een bouwput. Maar voor de rest prima. Ik zal even laten zien de zonsuitzicht. Nou, dit is de serviceplek. Je kan je vuil water lozen. Water innemen, maar ik denk dat hier nog een kraan op gemonteerd wordt, want dit is een koppeling, dat zegt me niks. En hier kan je toiletcassetten legen met spoelwater erbij. Dus het is allemaal netjes geregeld hier. Ik denk als deze camperplaats klaar is, dat dit een hele gewilde plek gaat worden. Het ziet er echt top uit. Ja. Ja. Ze zijn ook druk bezig met allemaal verbandenparen aanleggen en zo. Deze krijgt van mij nu al een duimpje. Daar staat hij dan. De campert. We gaan even een stukje lopen. Kijken of het een interessant dorpscentrum heeft. Ik denk het niet. Ik denk dat het niet, dat het heel klein is. Ja, ik denk het ook. Op Google Maps kon ik zien dat het ongeveer 3-4 straten waren en dan hield het eigenlijk al een beetje mee op. That's it. Nou, ze hebben een heel leuk wandelpad hier aangelegd. En een haventje. Ja, volgens mij kun je jetski's huren hier of zo. Het is een pittig trappetje, hè? Zeker. Ja. Wil je even zitten? Uitkijken over het dorp. Kijk, daar is die kerk. Ah ja. Groot huis. Als dat één huis is. Jo. Hier zit het museum Etnografico. En die hebben wat dingetjes buiten staan. Gaan we even bekijken. Deze bouwsels die zagen we ook veel in de buurt van Rinlo. Alleen een andere vorm. Meer met die, grappig, hè? Ja, met die sleuven er allemaal in. En dit is een, denk ik, een hut zoals hier vroeger leefde. We gaan wel even binnen kijken. Nou, je kan niet echt zeggen dat het waterdicht is. Weet je? Die constructies om koeien in vast te kunnen zetten, om ze te kunnen behandelen. En dit is een voorbeeldje hier. Ja. Die gaat natuurlijk zijn kop in. Haak om het beestje vast te maken. Maar even een voorbeeld. Simone! En er schijnen in dit gebied nog beren rond te lopen. Maar dan moet je behoorlijk diep de berg in. En dan kun je ze blijkbaar wel tegenkomen. Ja, dat zijn de regels hier in Spanje. Je mag hier dus wel overnachten in je auto. Maar je mag geen
campinggedrag vertonen. Als je dat wil, dan hebben ze een camping op een kilometer afstand. Dus geen tentjes, geen parasols en geen stoeltjes en tafeltjes en de hele handel. Ja, twee stoeltjes mag wel. Twee. En een klein tafeltje. Voor een wijntje en een hapje. Oh ja. Op. Het is weer een nieuwe dag. En topplek. Maar we moeten hem weer verlaten. Er is hier voor de rest niet veel te doen. En het is een heel klein dorpje dus. Waar gaan we heen? Goeie vraag, wat Simone. Wat is het doel van vandaag? Het doel van vandaag is Potes. 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 Leuk stadje. Ja. In het kader van de leuke stadjes bezoeken. Scoort Potes denk ik wel hoog. Ja. Dus. Dan gaan we daar naartoe. 55 kilometer, maar het is vrij bochtig. Dus het zal wel even duren. Wij hebben de tijd. En jullie ook. Daarom. Als we het niet interessant is, knippen dat het toch gaat. Daar zijn de blokjes. Nou. Wat is gebeurd? Wat is gebeurd? Ja, wat is gebeurd? Ja. Echt. Laten we zeggen, de ondergrond was niet vlak genoeg. Lang verhaal, hoor. Dus toen hoorden we knak. Ja. Maar toen was het gedaan. Het is nog bruikbaar, hè? Ja, we kunnen hem nog steeds gebruiken. Dus, het is eigenlijk wel handig in losse stukken. Ja, eigenlijk wel. Het past makkelijker in het opbergkastje. Dan gaan we even de vuilwatertank leeg laten lopen. Er zit niet zoveel in. Maar alles wat je extra mee moet nemen, die bergen, is allemaal zonde van de energie. We zijn dus in Potes. Leuk dorpje zo, Potes te gezicht. Dit pand vind ik al leuk. We gaan het dorpje even bekijken. Bekijken wat we doen. Helse rit achter de rug hebben. Het was een, zeker een helse rit. Heel veel mist, je zag geen hand voor ogen. Nee. Ik hoop dat de dashcam dat op heeft genomen. Want die doet het niet altijd lekker. Het was wel heel apart, spannend. Gelukkig reed er een camper voor ons. Die een beetje de weg vrijmaakte. En toen was er zo'n groep debiele motorrijders. Ja. Ja, sorry dat ik het zeg, maar die gaan op een heel smal bergweggetje voor een bocht. Als inhalen. Twee campers inhalen. Ben je niet goed bij je hoofd? En toen kwam en er dat ging ook bijna mis, hè? Toen kwam er een auto van de tegenovergestelde richting aan. En toen hadden we hem bijna op de motorkap. Ja. Als je een ongeluk hebt, dan staat het gewoon vast, hè? En dan sta je gewoon uren vast. Want dan moet er een onderzoek. Dat hij zichzelf doodrijdt, dat moet hij zelf weten. Ja. Maar je zadelt iemand anders ook wel weer met jouw ellende op. Ja. Dus. We gaan even hier naar beneden, want dan kom je op die
langs het water. Oh ja, gaan we doen. En hier komen dus twee rivieren samen. Wel weer even getrakteerd op een beetje oude meuk. Kijken. Zo was het in de jaren 50. Even vanaf de andere kant. En we gaan weer verder. Mooi hè, wat houtsnijwerk. Ik weet niet, gaan we liever doen? Dit is die poort waar ik het over had. Die poort op de foto. Ja. Dat is deze. Grappig hè? Dus dat is er allemaal nog. Probeert wat postzegels te scoren en ze heeft wat kaartjes gekocht. Postkaartjes. Simone is op koopjesjacht. Zonnebril. Ze heeft er al twee gemold de afgelopen dagen. Dus ze moeten even een nieuwe scoren. Ben benieuwd. Te hebben. Ja. We gaan even naar de Lupa. Wat denk je? File. Midden in de Picos. Nou, dat is een stukje wegverbetering. Wat geen overbodig luxe is. Nee.
dan natuurlijk hier en dan heb je dit hele stuk. Dadelijk komt er weer een stukje op. Dus dat is niet het laatste. En we hebben er al wat gehad hier. Plek 61. Mijn geboortejaar. Oh, ben jij nog zo jong? Okay. Wij zijn op weg naar de receptie om even de plek vast te leggen. En dan gaan we dadelijk maar eens eventjes lekker even wat maar, zitten. Even een ankerbiertje. Hoe heet die plaats zou zijn? Zetten we het hier wel even onderin. Hier. Ik weet het niet meer. Kijk, is dat hier? Ja, dat is hier onderin. Zetten we het dan wel even. Weet maar je weet die, het gewoon. Met de kleurenballetje en die nummertjes erin. Het begint met San. Ja, San. De helft van de plaats hier begint met San. Kijk, hier is zeker hier loopplaats. Oh ja. Hoosplekje. Ook voor je water. Klein pistoletje. Ja. Je ziet het. Je staat bijna aan het strand. Top, hè? We zijn weer terug bij het strand. Ja. Hey, vonden jullie dit nu een leuke video? Abonneren. Simone probeert een foto te maken van de fontein, maar elke keer stopt hij ermee. Maar dat zien jullie in de volgende vlog.